combination. Oude veel telebel. Daar zit de ring. Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van de Dump & Dart Speciaalzaak uit Naaldwijk. Vorige week hebben wij de dartpijl van Gerwin Price besproken. Deze week gaan wij op verzoek een andere pijl bespreken. Ik heb hem hier al klaar liggen. Ik laat hem nog niet zien. Daar komen we zo dadelijk op terug. Samen bij mijn speakbriefje. Zo dadelijk meer informatie erover. Zoals bekend gaan we sinds kort ook een ander artikel uit onze winkel van dichterbij bekijken. En vandaag is geleverd de nieuwe zomercollectie. Het eerste deel van Dickies is geleverd. Ik laat je alvast een klein beetje meekijken bij wat je kan gaan verwachten van onze zomercollectie. Kleurrijk. Stoere printjes. In allerlei kleuren. Ik heb natuurlijk stiekem al een beetje gekeken wat erin zit. Gave riemen, portemonnees, westen, truien, t-shirts. Rugzakken met Dickies erop. Ouderwetse boerenpetten. Gave klassieke caps. Gaaf. Leuk om te zien. Volg ons op Instagram, Facebook, /dumpnaaldwijk. Daar komt natuurlijk de nieuwe collectie op te staan. Terug naar de darts. Waar zou ik beginnen? Het is een heftig weekje geweest. De Premier League gisteravond gespeeld. Toch wat verrassende uitslagen als je het mij vraagt. Maar ik wil eerst even de aandacht voor ons jeugdtalent Keanu van Velsen. Eerder is hij bij ons in de vlog voorbij gekomen. En vorige week zaterdag is het hem gelukt om Nederlands kampioen jeugd onder 18 te worden. Een fantastische prestatie. Dus Keanu, echt super gedaan jongen. Ik ben trots op je. Terug naar de Premier League. Verrassende uitslagen, wat ik al eerder zei. Peter Wright wint van Van Gerwen. Soms heb je je dag, soms heb je hem niet. Ik denk dat Van Gerwen hem gisteren net niet had. Kan gebeuren. Heeft hij ongetwijfeld ingecalculeerd om een keer een verliespuntje mee te pakken. Whitlock veegt echt keihard de vloer aan met Rob Cross. Is het dan toch een one day fly? Ik begin het langzaam aan te denken hoor. Ik heb hem nog geen weerstand zien bieden. Hij heeft nog niet veel legs gewonnen in deze Premier League. En bij de Masters of Darts is het natuurlijk ook verrassend snel uitgeschakeld. Barney heeft gisteren natuurlijk nip de zegen gepakt op Enzo Sujovic. Toch knap, hij neemt gewoon de punten mee naar Den Haag. Goeie prestatie. Dan de volgende. Hij is niet aanwezig op de Premier League dit jaar. Bodie van der Pijl heeft gevraagd of ik deze dartpijl wil beoordelen. Toepasselijke achternaam trouwens, Bodie. De James Wade Phase 2 dart. Kom ik zo dadelijk, gaan we hem uitpakken, komen we zo dadelijk op terug. Voordat we die gaan bekijken, James Wade staat op dit moment nummer 10 op de Order of Meredith. Helaas niet aanwezig op de Premier League of Darts. Maar goed, het komt ongetwijfeld volgend jaar of een andere keer wel weer voorbij. Dit jaar is hij tijdens het WK Darts vrij snel uitgeschakeld door Keegan Brown met 3-2. Ja, dan kan je ook geen echte naam waarmaken. Dus Bodie, voor speciaal voor jou gaan we deze spel even uitpakken en van wat dichterbij bekijken. Ik hoop dat jullie meekijken. Goed, daar gaan we met de pijlen van James Wade. Ik heb de verpakking even hier in beeld gelegd. In 20 gram hebben wij vandaag de Phase 2 darts. 90% tungsten barrels. Een witte verpakking. Het is nog de oude verpakking. Ik schuif deze even opzij, want dan pak ik de nieuwe verpakking van Unicorn erbij. In dit geval heb ik die van Kim Huibrechts even erbij gepakt. Dit is een nieuwe manier van verpakken van Unicorn. Onze leveranciers hebben nog de oude witte verpakkingen. Zodra die op zijn, zullen ze aan de muur verwisseld worden voor de nieuwe Unicorn verpakkingen. Wat valt op aan de nieuwe verpakkingen? Ze hebben kleur gebruikt. In plaats van het standaard wit zie je nu een rood vermelde naam staan en een rode accenten erop. Met ook weer de glans erin, in dit geval Premier. Deze leggen we opzij, want die pijlen hebben we het vandaag niet over. We hebben het natuurlijk over de James Wade Phase 2 darts. James Wade, zoals ik al eerder zei, nummer 10 op de Order of Meredith. Deze pijl is beschikbaar in 20, 22 en 24 gram met een barreldikte respectievelijk van 6.05, 6.25 en 6.55 mm. De lengte van de barrel is altijd 52,83 mm. We gaan hem uit de verpakking halen. En wat dan opvalt, of wat we inmiddels kennen van Unicorn, is dat in de kartonnen verpakking zit weer een leren case voor darts. Geen vermelding van een naam of dart die erin zitten. Het is gewoon een hoesje, houdertje voor je darts. En daarin zien wij de Phase 2 darts van James Wade. De officiële gewichtsnummering, 20 gram. En een setje flights van hem erbij. Ik pak even één barrel van wat dichterbij.
hoop ik dat de camera me een beetje scherp laat zien. We voelen en we zien eigenlijk een hele diepe ringed grip. Achterop een heel klein gripje. De ringed grip is verder niet heel erg aanwezig. Hij is wel heel diep, maar je voelt hem niet echt. Ik zou deze een 2 op schaal van 5 qua grip geven. Zo op het eerste gevoel. Verder natuurlijk weer de zilveren punt. De unicorn zet hij nog steeds altijd overal in. Zoals Jacques Nieuw laat gisteren zei bij de Premier League of Darts. Pak even een grof schuurpapiertje, haal die hier langs. Draai je pijl een paar keer zo. En je krijgt wat meer een krit op de punt voorop. Of verwissel je punten voor een zwarte punt die sowieso beter zijn. Verder een medium chaffee. Aluminium chaffee wat erbij geleverd wordt. En wat is dan het verschil tussen de phase 1 en de phase 2 van deze dart? Dat is dat aan deze dart is de front, hebben ze iets veranderd, dus hier voorop. En achterop hebben ze op de pijl van James Wade wat meer grip gezet. Ik denk dat het tijd is om mijn setup erop te gaan zetten. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst de vraag van Boas van een aantal weken geleden even beantwoorden. Dan leg ik deze pijl weer even opzij. Want Boas die vroeg het verschil tussen een front en een center weight. Ik pak even twee pijlen van de muur erbij. En dan kies ik in dit geval voor een Shot Totem en een Harrow's Elite. Nou, het verschil tussen front en center weight, dat is echt iets wat sinds eind 2017 voornamelijk gepresenteerd wordt door Shot. Is het iets commercieels? Mijn inzien wel, maar want veel van hun nieuwe pijlen releasen ze met een front weight of een center weight en dan alle gewichten. Wat ik zeg, ik verwacht dat het iets meer commercieels is dan dat het daadwerkelijk een heel groot effect heeft op je gooi. Want elke andere pijl heeft automatisch al een front weight of een center weight of het gewicht meer naar achter. Dat is eigenlijk wat ze ermee bedoelen. Het gewicht meer naar voor, in het midden of naar achter. De Shot Totem is een recht toe recht aan barrel. Die heb ik al een keer eerder gereviewd als eerste, dacht ik. Center weight. En wat is dan het verschil met de Harrow's Elite? Dan zie je, ik hoop dat het door de verpakking een beetje zichtbaar is, dat hier voorin een kleine verdikking zit. Dat wil zeggen dat het gewicht iets meer naar voren is. En voor mensen van wie de pijl een beetje omlaag staan in het bord, kun je met een center weight, dus het gewicht meer voorop, ervoor zorgen dat die pijl wat rechter in het bord komt te staan. Dus met een front weight gaat hij iets sneller dit doen in het bord. En met een center weight zou hij wat meer recht door moeten gaan. Dat is eigenlijk het wezenlijke verschil, Boas. Verder in de winkel helpen wij en adviseren wij je natuurlijk bij het vinden van de juiste pijl. We hebben ruim 500 sets op voorraad in de winkel. Een totem met een center weight of een front weight. Wij kiezen in principe altijd voor een center weight, want een pijl als de Elite onderscheidt zich bijvoorbeeld al door de front weight. Dus dan hoeven we niet twee dezelfde pijlen, alleen dan met de verschillende vormen van de gewichten aan de muur te hebben. We hebben genoeg alternatieven die ongetwijfeld goed voor je zouden kunnen zijn. Ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb. Dan leg ik deze weer opzij, want dan gaan we natuurlijk gewoon weer terug naar de James Wade darts. Mijn setup gaan we er even opknallen. Een medium chaffee van Boos, kunststof, met de Boos Robson Plus Flight. 20 gram darts. Ben benieuwd hoe het gaat naar het bord, maar we gaan het eens even bekijken. Dan gaan we weer met de James Wade Phase 2 darts. Dat is in de intro verteld, 20 gram. De ring grip. Ja, hebben we nog een intro nodig van James Wade? Altijd een beetje zo'n top 10 speler eromheen. Met het harde geweld van Gerwe, Peter Wright, Rob Cross. Om je heen is het natuurlijk moeilijk om daar bovenin in de Order of Merit te komen. Maar goed, contractspeler van Unicorn. Dat gezegd hebben, daar gaan we het gewoon over de pijl hebben. Dat is in de intro vermeld 20 gram, dus aan de lichte kant. Ik merk dat ik voel geen weerstand als ik gooi, dus ik ga een beetje forceren. Zie je dat ze vaak alle kanten op gaan in hun bord. Ja,
blijf bij mijn standpunt dat de grip een 2 op schaal van 5 krijgt. De grip is diep. Echt een diepe ring grip, maar je voelt hem bijna niet. Dus hij had niet zo diep groeven, omdat hij eigenlijk toch geen effect heeft. Voor mijn gevoel. Ik zou hier zelf niet mee gooien overigens. Goed, dat allemaal uitgelegd hebbende, ga ik weer even de camera recht zetten. Dat allemaal gezegd hebbende, dat staat nog steeds niet recht. Veel beter. Is dit een prima pijltje? Voor mij niet geschikt, maar ik denk voor iemand die op zoek is naar gewoon een hele basis standaard dart, dat hij hier prima mee uit de voeten kan. Wat ik al eerder gezegd heb, vervang maar of je punt of haal er een grof schuurpapiertje langs. Ja, niet heel spectaculair eigenlijk deze vlog. Dit is een verzoek. De James Wade Phase 2 darts voor Body van der Pijl. Wat ik zeg, niet heel spectaculair. Ik word er niet echt warm of koud van. Het is gewoon een recht toe recht aan barrel. Gewicht is gewoon heel standaard. Lijkt heel erg op een Gary Anderson oude Field Taylor pijl. Daar is de ranged grip wat dieper. Dus als je op zoek bent naar een pijl met iets meer grip, dan zou je voor zo'n pijl kunnen gaan. En ben je op zoek naar een pijl met een ranged grip, maar niet heel erg aanwezig, dan kan je voor die James Wade pijlen gaan. Dat allemaal gezegd hebbende, hoor ik natuurlijk graag als je nog een leuke pijl weet die gereviewd moet worden. Ik heb er nog een aantal op de lijstje staan, waaronder de Wimmer Aspria B, Dimitri van den Berg, Jamie Lewis darts. Die komen ongetwijfeld allemaal in de toekomst ook nog voorbij. Maar weet jij nog een leuke? Laat het dan weten in de comments. En wie weet zie je die volgende keer voorbij komen. Bedank ik je deze week weer voor het kijken. Volgende week donderdag weer een nieuwe Premier League. Volgende week vrijdag weer een nieuwe darts vlog. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En natuurlijk graag tot volgende week. Dankjewel. Bye.